Masoud en ik, wij woonden in Afghanistan, Kabul. Na de oorlog in Afghanistan in de jaren 90 hebben we Afghanistan verlaten eigenlijk. En na 6 jaar reizen zijn we dus in Nederland beland. Onze jeugd was inspiratie voor later om die mancafoon te ontwikkelen. Want landmijnprobleem is een van de grootste problemen in de wereld. Er is 110 miljoen landmijnen wereldwijd. En Afghanistan heeft 10 miljoen landmijnen. Jammer genoeg is het een vergeten probleem. Het is een stille probleem, noem ik dat altijd. Want als wij naar de Mars kunnen gaan en naar de maan kunnen gaan, kunnen we ook landmijnen in de aarde opruimen. De technologie is er, we zijn zover. Waarom moeten we daar geen gebruik van maken? Mijn cafon is begonnen als design en dan is het richting kunst gegaan. We hadden wereld exposure. We stonden in CNN, BBC en Times en noem maar op. Maar ja goed, we wilden dat product graag uitontwikkelen. Dat was ons idee. We waren in Zuid-Afrika en daar hoorden we Kickstarter. Ja, dat was de eerste keer dat ik dat hoorde. Ja, en toen ons budget was £100.000 op te halen. Wat mij echt bijna onmogelijk leek. Daarvan £100.000 is zoveel geld. Hè? Huh? £100.000 is zoveel geld. Is dat niet veel? en we dachten van, we zetten het online. En dan gaan we het geld ophalen of niet. En dan gebeurde niks. We kregen bijvoorbeeld eerste 20 dagen met 5 tot 7.000 euro. En dacht van, ja, dat kan toch niet? Toen was het kerstavond en toen belde mijn vriendin van, ben je Kickstarter aan het kijken? Wat gebeurde? Kickstarter zag ons project en die hebben dus een intern persmail gestuurd. En toen hebben we dus ons budget in 1 dag gehaald. En toen waren we weer wereldwijd en viral gegaan. En dan wordt het gedeeld en dan heb je geen zorgen meer. Dan hoef je alleen maar naar je scherm te kijken. Wat we fout hebben gedaan, we zijn niet voorbereid geweest. Een campagne heeft heel veel tijd nodig. Je moet een goed filmpje hebben. Ons filmpje was niet sexy genoeg. Mensen haakten af. Ja, met mijn cafon hebben we ook een grote fout gedaan dat we geen patent hebben aangevraagd. Maar van die fouten leer je dan. En voor de drone bijvoorbeeld hebben we meteen patent aangevraagd. Dus we hebben nu een dronesysteem bedacht. Dus eerst brengen we een gevaarlijk gebied in kaart met een 3D-mappen. Stap 3 is een drone met een robotic arm, een metaaldetector. Die kan dus precies detecten waar de landmijnen zijn. En elke detectie wordt dus op de kaart weergegeven. Dus Google Maps bijvoorbeeld, met de rode puntjes, die landmijnen worden weergegeven. Dat is nog nooit gedaan. En daarna, als laatste stap, plaatsen we explosieven op elke detectie. Vanaf een veilige afstand kun je het hele veld in 1 keer opruimen. Als we met de huidige middelen zouden doen, dan duurt het meer dan 1000 jaar om alle landmijnen te detecteren, laat staan te detoneren. 1000 jaar. Met onze technologie kunnen we dat in 10 jaar doen. De groeten van Mijn Cafon Lab.